jongens en meisjes, een welgemeend goedenavond op Hoge Vonder in Deurningen, waar we het genoegen hebben om vanavond naar de wedstrijd tussen FC Twente en Motherwell FC te kunnen kijken. Samen met Leon ten Voorde, u wel bekend, de man van Tubantia Leon. En op het middenveld dan Besselink, die daar speelt samen met Stijn en Eiting. En dan vanaf de linkerkant dus Tahif, de nieuwe man die kwam van FC Basel, die nu gezocht gaat worden. Tahif daar voor het eerst in balbezit in het shirt van FC Twente in deze oefenwedstrijd tegen Motherwell. Besselink. Tahif, dat is een aardige poging. De eerste poging van de nieuweling. Saifallah Tahif met het schot van afstand. Maar ruim naast het doel van Aston Oxborough. Tahif met de actie over de zijkant. Schot in de achtervolging. Onder andere O'Donnell. Daar is Eiting met de voorzet. En voor het eerst Stijn in de 16 meter. Ik denk ook nog wel dat het een beetje de vraag is wat er gaat gebeuren met Samsted. Die speelt vanavond niet. Hè. Die is woensdag pas weer aangesloten. Die is in verband met interlandverplichtingen. Had hij nog wat langer vakantie? Tahif aardig door de benen daar van zijn tegenstander O'Donnell. En dan is daar de voorzet vervolgens van Salahidin. Maar die wordt weggewerkt door de centrale verdediger Liam Corden. Die spitspositie. Ajax, ja. Daar zullen ze niet zo blij mee zijn. Hoewel iedereen heeft natuurlijk recht op zijn eigen keuzes. Stijn met de paas op Van Wolfswinkel. Alleen die krijgt die bal niet goed mee. Dan was het kansje weer voor Twente. Goeie bal van Stijn. Begon allemaal bij Eiting. En Van Wolfswinkel, over spitsen gesproken. Hij dus in balbezit. En hij dus bijgetekend bij FC Twente. De vraag is natuurlijk ook, hoe lang wil Twente op? Kunnen ze wachten op Weghorst? Want je moet door. Je moet straks, als de conditie begint, moet er wel een tweede spits staan. Halliday. Met Dan Casey daar. Slim gedaan, Nespahi. Even het setje en vervolgens is die bal vrij. Elmaatje. Ingeleverd wel bij Casey. Aardige actie van Miller, de jongeling. En Miller met de overtreding. En de vrije trap voor Motherwell. Op een gevaarlijke plek. De overtreding was van Bruns. Vorig jaar een van de spelers Bruns die rood kreeg. Bij Twente. Uit bij NEC. Ja. Een van de weinigen. Want vorig seizoen maar 3 rode kaarten gekregen bij Twente. Sportief seizoen geweest voor de ploeg van Oosting. Als het goed gaat, hè? Ja, meer de overtredingen nodig. Heb je niks nodig. Nee. Als Blaney volgens mij zich klaarmaakt. Rechts van de bal. Muurtje van 5 man. Daar gaat hij om het muurtje en dan valt hij binnen. En dan is het 1-0 voor Motherwell. Het is toch opvallend dat het daar dus Lennon Miller is die de goal scoort. 25e minuut van het duel. De vrije trap is het 0-1. En de goal. Als ik goed opgelet heb. Lennon Miller. Dat is nummer 8. Lennon Miller. Ook een beetje onhandige optreden. Ja, onnodig. Die als 7-jarige ooit van zijn vader het lidmaatschap kreeg bij Motherwell. En hij dus zijn hele leven al een speler. Tahif. Ja, normaliter zal Twente met Utrecht en met AZ voor de plekken 4, 5 en 6 gaan spelen. Dan heb je pech en zet het allemaal een beetje tegen, dan word je zesde. En als alles een beetje mee zit, kun je vierde worden. Of in een uitzonderlijk jaar als een van de topclubs echt opzichtig faalt, kun je bij de eerste 3 komen. Tahif krijgt daar een zetje op het middenveld. Wordt niet bestraft dan Van Wolfswinkel. Dat scheelt niets. Het schot met links van Ricky Van Wolfswinkel. Korte beweging. Oxborough had het nakijken. Alleen de bal gaat voor Twente aan de verkeerde kant van de paal voorbij. Moet weer. Met Tahif die weer het balbezit heeft. Salahidin bij hem. Van Wolfswinkel ook.
nu probeert hij het zelf. Oxborough met de redding. Bal werd onderweg nog even aangeraakt. Saifala Latif met zijn schot. Eiting. Wipper en Mespahi. Taha. En ruimte weer bij de nieuwe man die kwam van FC Basel. Goeie kapbeweging. Maar nu moet de voorzet komen. Die komt er wel. Eiting. Maar daar is niemand. Halliday terug naar Gordon. Casey. Verdedigende werk van Prupper. Maar wel balbezit voor de schotten. Waar Zach Robinson in de diepte wordt gestuurd. El Maach er op tijd bij is. Bruns. Lopende man is Salah Eddin. En die krijgt hem met een gelukje. Alleen hij maakt het niet af. Anas Salah Eddin. Plotseling valt die bal voor zijn voeten. Als Modderwell niet goed uitverdedigd. Maar daar is Oxborough. En dat was ook een van de dingen die de scouting en ook het technische apparaat bij Twente heel goed beviel toen ze hem gingen bekijken. Dat hij, terwijl Oxborough een hele moeilijke terugspeelbal krijgt, maar dat aardig verwerkt ten opzichte van Salah Eddin, die wel goed doorzet. Taïf. Nicholson zit er dan tussen. Miller. Leidt balverlies en nu. Paasje iets te hard voor Eiting. Paasje van Younes Taha komt niet terecht bij Karel Eiting. Ja, nu hebben ze bewust gekozen voor een heel lange voorbereiding van 7 weken. Terwijl daar Taha het doet van een afstandje. Dus ja, de komende weken zal er nog heel veel gerouleerd worden. Als de B-ploeg, maar we moeten dat niet echt gaan benoemen als zijnde de B-ploeg van FC Twente. Want daarvoor spelen te veel grote jongens erin. Daar is de voorzet. En die komt uiteindelijk voor de voeten van de man met nummer 11 bij Twente. En dan is dat de gelijkmaker voor Twente. Daan Rots. Nou, die gaat verder op de voet van vorig seizoen. Ja, in een nieuwe positie op het middenveld. Maar hier gewoon korte draai met links achter doelman Oxborough. Ze kunnen springen wat ze willen, maar Twente komt op gelijke hoogte. De 1-1 is van Daan Rots. Hij kreeg de bal van zijn broertje. Ja, dat is ook wel weer apart, ja. Mats Rots. Ja. Ja, en die staat op een bijzondere plek, want die staat links voorin. Aartje naar zijn vaartje. Met balbezit nu voor Juri Regeer. Mats Rots is een linkervleugelverdediger. Alleen ja, die moet duelleren met twee anderen. Terwijl daar Van Hesseling, Vennegoor of Hesseling met zijn poging. Maar die gaat net naast. Dat had wat geweest. Een spectaculair begin van de tweede helft. Ja, dat is wat. Mogen we het nog ploeg B noemen of wordt het ploeg A? Nee, ik zei meteen hoor. Vennegoor of Hesseling. Hij met links, maar naast het doel van doelman Oxborough. Michel Flap. Van Bergen. Twente de goed begint aan die tweede helft. Daar de kans. Oh! Die had erin gemogen hoor. De kans voor Twente. Twee keer Rots bijna op het scorebord. Van Horenbeek. En weer terug op Hilgers. Van Bergen. Handig. Twee man kwijt. Nu de voorzet. Van Bergen. Tegen de zon inkijkend, maar wel de bal goed onder controle. Oeh, foutje van Kjello. En dan Ebeer, die ziet dat Onderstaal te ver voor zijn doel staat. En dat maakt hij dan toch heel knap af hoor. Moses Ebeer. Hij zet Modderwell op 1-2.
Onderstaal staat heel ver voor zijn doel. Mozes Ebiye heeft het gezien. En hij speelt die bal, de 27-jarige man uit Nigeria, over Onderstaal heen. En dan de voorsprong weer in de 78ste minuut. Ja. Kjölle kan er niet bij, dat is wel heel erg matig. Daar mag je hem niet kwijtraken. Maar dat ze het nou heel goed afmaken, ja dat mag. Maar het lijkt meer geluk dan wijsheid. Daar is het schot en die is goed. Daar is de tweede treffer van Daan Rots. Nou, dan heeft Modderbol niet lang kunnen genieten van de voorsprong. Hier in de 79ste minuut is het Daan Rots die hem weer voor zijn linker krijgt. En die deze Oxborough voor de tweede keer passeert. Aanname is goed. Aannemen met rechts en met links uithalen. Legt hem klaar en haalt hem uit in de verre hoek. Oxborough geslagen, Twente weer naast. Maar hij moet er niet te veel gaan maken in de voorbereiding, want dan gaan de clubs komen voor Daan Rots. De lob van Ebiye, onder andere bij Onderstaal. Dat was er eentje die niet goed had. 2-2 is de eindstand als we hier Twente en Modderbol bedanken voor deze wedstrijd. Leon, bedankt.